Ze wilt je niet. Hoppa! Ze hebben er langer moeten wachten, maar dan is hij er toch echt. Esco van de populaire hit. En hij krijgt een eigen Huts t-shirt van Natasha. Ook de shotjes staan al klaar in de inmiddels beroemde Huts borrelglaasjes. En dan is het tijd voor de meer dan 100 fans. 2, 1, let's go! Het zijn weer van de normaal eindniveau. Krullen op mijn hoofd en ik feest zijn niveau. Het zijn weer van de normaal eindniveau. Krullen op mijn hoofd en ik feest zijn niveau. Huts! Eigenlijk was ik heel erg benieuwd hoe druk het zou zijn. En ik had dit niet verwacht. Nee, dat had ik niet verwacht. Dat had ik zeker niet verwacht. Zeker niet. Maar ja, ze zijn hier allemaal voor jou, hè? Nee, niet allemaal voor mij. Ze zijn ook gekomen voor de shirtjes natuurlijk, toch? Wisten ze allemaal dat ik zou komen? Ja. Zeker weten. Ja? Hey, wisten jullie allemaal dat ik zou komen? Ja! Oh ja, oké, okay, nou, gruwelijk. Oké, gek. Tof, super tof. Volgens mij is heel box al in de Huts. Ja. Hoeveel aantallen heb je al verkocht van de t-shirts? Vanmorgen zaten we ongeveer op 500 producten. Nou ja. En na vandaag? Weet ik niet, ik durf het nooit. Het is me nooit om de verkoop gegaan. Wat als Esco nou volgende keer weer een hit heeft met zo'n woord? Dan ga ik toch nog eens 3 keer nadenken voordat ik nog een filmpje erop zet.